Goedemiddag. Dus volgend op de presentatie van daarnet, waar het vooral handelt over tips en tricks die je geleerd hebt om echt wel proeven, allerlei complexe proeven op poten te zetten, waar je dingen kan leren over het ontwerp en dan echt wel de uitvoering of de bouw van de dijken, ga ik het vooral hebben over het beheer van dijkvegetaties. Ik heb er ook nog een subtieltje naartoe gevoerd, met name van onderzoek naar beheervoorstel, van voorafgaand aan het beheervoorstel dat we dus vanuit INBO geleverd hebben aan de waterbeheerder, hebben ook een aantal onderzoekjes verricht. Even de inhoud van mijn praatje. Kort de aanleiding tot ons onderzoek. We hebben ons onderzoek proberen te structureren. Onder andere een aantal onderzoeksluiken omvatten deze. Vervolgens zijn we erin geslaagd om een soort van doelvegetatie te gaan definiëren. Klinkt allemaal zeer te laat misschien wel, maar dat is misschien toch wel niet. Uiteindelijk hebben we ook een aantal beheertrajecten uitgestippeld. En om dan uiteindelijk te komen tot een beheervoorstel, moet je natuurlijk wel gaan weten wat voor vegetaties aanwezig zijn op deze dijken. Vandaar dat we een dijkkartering uitgevoerd hebben. En dan is er nog opvolging om te zien of we inderdaad wel goed bezig zijn. Nu goed, de aanleiding van het onderzoek. Natuurlijk, in het midden, zoals vandaag, is de eerste zin een gigantische open deur intrappen. Hoofdfunctie van dijken fungeert namelijk als waterkering. Maar goed, dit onderzoek is uitgevoerd door biologen. En die durven vooral af en toe zich laten leiden tot die... tot dit namelijk. Dijken hebben namelijk ook een ecologische functie. Ze vormen het leefgebied voor tal van plantjes en beestjes. Maar goed, ze zijn wel, de hoofdfunctie blijft waterkering. Vandaar ook wel dat er extra aandacht is besteed aan de erosiebestendigheid van die verschillende dijkvegetaties. In Vlaanderen vormen een dijkvegetatie ongeveer het grootste grasland, een goede 1000 hectare. Dat is peanuts in vergelijking natuurlijk met Nederland, maar voor Vlaanderen is al vrij veel. En de grote aanleiding tot ons onderzoek was vooral dat we merkten dat er een gigantische variatie in vegetatie aanwezig is op onze dijken langs Schelde en Steeuwarp, vooral in een term van soortenrijkdom en diversiteit. Ik kan dat even illustreren aan de hand van een aantal foto's. Sommige dijken zien er zo uit, veel bloempjes, veel kleur, niet al te hoge vegetatie, een aantal margietjes erin, korte vegetatie, ook een aantal molschopen. Andere dijken zien er alweer anders uit. Gigantische hoge vegetatie van een aantal zeer dominante grassen, met weinig andere bloemen in. Soms durven er zelfs brandnetels op voorkomen. Dus een heel palet aan verschillende vegetatietypes te voorkomen op onze dijken. Dat was de aanleiding van om die variatie te gaan identificeren en ook wel een verklaring daarvoor te gaan vinden. We hebben geprobeerd een projectstructuur op te bouwen met een aantal onderzoeksluiken. Eerst gaan we proberen een beeld te krijgen van de variatie in de vegetatie door een typologie op te stellen. Vervolgens hebben we gezocht naar een verklaring waarom dat de variatie voorkomt. We hebben bekeken in feite wat de productiviteit van de verschillende vegetatietypes is. En zeer belangrijk is het laatste punt, namelijk de link gelegd tussen de verschillende vegetatietypes en de erosiebestendigheid die we gedaan hebben aan de hand van worteldensiteiten bepalen en de bedekkingen inschatten. En vervolgens was het vooral de bedoeling om tot een beheervoorstel voor de dijken te komen. Maar dan moet je eerst een doelvegetatie gaan definiëren, een aantal beheertechnieken definiëren hoe dat te doen. En om de nulsituatie vast te leggen, moet je natuurlijk een T0 vastleggen door een dijkkartering uit te voeren. Goed, in feite, de onderzoeken die we gevoerd hebben zijn sterk gelijk op de onderzoeken die gebeurd zijn in Nederland door de heren zoals Sikora, Liebrand en Van der Zee en dergelijke meer. Dus hoe zijn we gestart? We hebben een typologie opgesteld om inderdaad dat beeld te krijgen van de variatie in die vegetatie op de dijken. Zeer klassiek en de gewone manier is door het maken van gestandardiseerde vegetatieopnames op de dijken, vooral op de landzijde van de dijken, dat is de andere kant van de rivier in Vlaanderen. En aan de hand van die opnames hebben we dan vervolgens een clustering toegepast om te komen tot een beperkt aantal vegetatietypes. Uiteindelijk hebben we een goede 200 opnames gemaakt, telkens hebben we proefvakkers geselecteerd van een 2 op 2 meter. Met focus vooral op algemene vegetatietypes, zeer speciale plantsoorten, hebben we een straal gemeten. Per proefvlak hebben we dan vervolgens een soortlijst gemaakt van al de verschillende hogere planten die aanwezig waren, maar evengoed de terrestrische mossen en korstmossen. En dit is vervolgens gekwantificeerd door een procentuele bedekking in te schatten. Uiteindelijk is dat in een clusterprogramma gegoten. En dat resulteerde tot een vijftal vegetatietypes die we zeer triviale namen hebben gegeven. Soortenrijk grasland, soortenrijk glanschavergrasland, soortenarm glanschavergrasland, verruigd en dan uiteindelijk een brandlitterruig. Dus zeer eenvoudige, triviale namen, want vooral ook de bedoeling is dat iedereen aan de slag kan met deze verschillende namen en types. En ze ook kan herkennen. Even een overzicht van die verschillende types. Soortelijk lasten, zoals de naam al doet vermoeden, zijn dat vooral die wat rijker qua verschillende bloemplantjes, ook verschillend qua grassoorten.
Veelal niet al te hoog uitgroeid, maar veel kleur in die vegetaties. Ook niet al te hoog. Het soortrijk landschap grasland, zoals inderdaad ook wel soortrijk, maar daar is de aspectbepalende grassoorten met name landschaveren. En dan de soortenarme zijn inderdaad wel ook graslanden die gedomineerd worden door een aantal zeer hoge grassen, landschaver, kroophaar, etc. En gekenmerkt worden door een beperkt aantal soorten. Het volgende. En dan uiteindelijk hebben de verhuide landschapgraslanden lijken sterk op die vorige, maar het verschil is vooral dat er af en toe brandnetels in opduiken. Zoals je kan zien, en dan kom je al vrij snel tot ons vijfde type, namelijk de brandnetelruigtes. De volgende stap in ons onderzoek was vooral gaan checken hoe komt het dat die variatie voorkomt op die dijken. En dan zijn we vooral bodemstaal gaan nemen. Per type hebben we ongeveer een twintigtal bodemstaal genomen, van de bovenste 20 centimeter. En die hebben we geanalyseerd op allerlei variabelen. Onder andere bijvoorbeeld de bodemstructuur hebben we gemeten. En in de onderstaande boksplots zie je vooral dat er weinig of geen verschil is tussen de verschillende types zijn opgesomd. En er is het weinig verschil wat textuur betreft tussen al die verschillende, tussen die vijf verschillende vegetatietypes. Met andere woorden, de variatie in de vegetatie kan al niet verklaard worden door de verschillen in textuur, want er zijn gewoon geen verschillen in textuur. Maar als we dan gaan zien naar bodemnutriënten, is een heel ander verhaal. Bijvoorbeeld hier een plaatje waaraan het mineraal fosfor in de bodem is weergegeven per verschillend vegetatietype. En wat onmiddellijk opvalt is dat een aantal types toch wel voorkomen op bodems met een veel hogere gehalte aan PO's, aan fosforhaltes, met name deze. Dus vooral die brandnetelruigtes en die verhuide landschapgraslanden komen echt wel voor op bodems met behoorlijk een hogere gehalte aan fosfor. De soortenrijke types komen duidelijk voor op bodems met lagere gehaltes. Ecologisch gezien is dat zeer relevant. En ook idemdito wat stikstof betreft, terugspringen in feite die type 4 en type 5, die verhuide landschapgraslanden en die brandnetelruigtes eruit, als echt wel types die een pak voorkomende bodems met een pak hogere haltes, een hogere haltes aan stikstof, in vergelijking met de soortrijkere types 1, 2 en ook wel een 3. Dus vooral de variatie in die vegetatie is vooral te verklaren door de verschillen die optreden in de haltes aan voedingsstoffen in de bodem, met name aan stikstof en aan fosfor. Het volgende dat we naar gezien hebben, je kan trouwens ook proces telkens vormen rechtsbovenaan. Het volgende dat we onderzocht hebben is de biomassa, met name de productiviteit van de verschillende vegetatietypes. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we dat een beetje beschouwen als een maat voor de onderhoudskost. Als beheerder moet je namelijk je dijken gaan beheren. Op bepaalde dijken worden gemaaid, vervolgens moet dat maaisel afgevoerd en verwerkt worden. En spreek voor zich, hoe meer maaistof, hoe meer biomassa je moet afvoeren en verwerken, hoe hoger de kost. En onmiddellijk springen ook terug de types 4 en 5 erop uit als bijzonder productief. En vergelijken met die andere types produceren zelfs twee keer zoveel biomassa. Dat is met andere woorden, het kost ons ook wel een pakje meer om dergelijke vegetaties. Nou ja, in stand, die moet je niet in stand houden natuurlijk, komen we straks op terug. Maar het is vooral opvallend, gigantisch duidelijk dat dat hoger kost. Dat is aan de andere kant, denk ik, ja. Goed, nu wel het belangrijkste element, denk ik, vooral dan om al weer de link proberen te leggen naar de erosiebestendigheid van die verschillende vegetatietypes. En als proxy voor erosiebestendigheid hebben we de bedekking genomen, of het omgekeerde van de holheid. Klassiek hebben we terug, net zoals bij die bodemstaan op 20 locaties per type, de bedekking gemeten aan de hand van een zeer simpel systeempje, namelijk de raammethode. Gewoon een vierkantje van 50 tot 50 wordt de vegetatie weggeknipt en dan wordt op ieder kruispunt of iedere kruispunt gekeken als er vegetatie, stroos, mos of kale bodem aanwezig is. En spreek voor zich, hoe meer vegetatie er aanwezig is, hoe hoger de bedekking, hoe hoger met andere woorden de kans op de erosiebestendigheid ook wel hoog is. Hetzelfde systeem als dat Sicora en Co. in de tijd hebben toegepast. Dat leidt tot volgende resultaten. Het omgekeerde nu. Nu scoren de brandnetelruigtes echt wel zeer slecht. Die hebben een zeer zwakke bedekking. Terwijl de types 1, 2 echt wel een iets wat hogere bedekking hebben, tot 76% van de bedekking. Dus wat erosiebestendigheid betreft, scoren die soortrijke types dus opvallend toch wel meer. Ook heb ik even te raden gaan bij een collega van de Universiteit van Leuven, namelijk Van Noppen et al. Wat heeft die man gedaan? Die is namelijk gaan zien naar de worteldensiteiten in de bodem. Hij heeft ook op een aantal locaties bodemstaan genomen, of bodemkoers van de bovenste 40 centimeter. En vervolgens is hij daar per schijfje van 5 centimeter worteltjes gaan tellen en vooral gaan meten. En vooral de rechtse figuur is denk ik het interessantst. Dat zijn de verschillende vegetatietypes opnieuw. De soortrijkere, wat vooral opvalt is dat de soortrijkere types, dat zijn namelijk deze, dat die echt wel duidelijk het hoogst scoren wat het aantal kilometer worteltjes betreft per kubieke meter grond.
Ook de soorten armer Hranschaver graslanden scoren ook niet slecht, dat is deze balk. Maar vooral ook wel zien onmiddellijk dat die brandnetel ruigd is en die verruigde Hranschaver graslanden toch wel een pakje slechter scoren wat het aantal kilometer worteltjes betreft in de toplaag. Wat ook een indicatie kan zijn voor een iets wat lagere erosiebestendigheid. Hetzelfde patroon weerspiegelt zich in feite natuurlijk wel in de diepte. Dus op basis van wat ik zo net allemaal aangetoond heb, met name de bedekking van vooral soortrijke graslandtypes, soortrijk grasland, grasland het hoogst is, dat die ook wel het best scoren wat biomassa betreft, de laagste productiviteit. En ook wel leuk voor biologen is ook wel dat die echt wel het hoogst aantal gemiddeld aantal soorten hebben. Stellen we in feite dat type 1 soortrijk grasland en type 2 of type 2 soortrijk landschapgrasland, dat schuiven we naar voren als de doelvegetatie voor de dijken langs het Schelde-estuar, omwille van deze onderstaande argumenten. Goed, natuurlijk, dan hebben we al een doelvegetatie vastgelegd, maar dan moet je natuurlijk ook nog een soort van beheertraject proberen uit te stippelen om te komen tot die doelvegetatie. Als ze al eenmaal aanwezig is, is er al geen probleem. Dan kan je namelijk een soort van onderhoudsbeheer toelichten. Straks komt er aan bod wat dat precies is. Als dat nog niet het geval is, moet je een andere soort van beheer gaan toepassen, namelijk een omvormingsbeheer, om uiteindelijk te komen tot die doelstelling. Straks ga ik dat ook verder diversifieren. Wat is dat omvormingsbeheer? Het is in feite relatief simpel. Je moet proberen een beheer toe te passen die erin slaagt om uw gehaltes aan voedingsstoffen in uw bodem te gaan verminderen. Met name die stikstof en die fosfor moet naar beneden. En dat doe je gewoon door te maaien. Plantjes nemen al die voedingsstoffen op uit de bodem. Als je ze maait en afvoert, ga je ook vervolgens een heel pak van de nutriënten afvoeren. En uiteindelijk gaan die gehaltes aan voedingsstoffen in de bodem gaan dalen. En gaat waarschijnlijk wel uw vegetatie geleidelijk aan evolueren. Stel dat je start met een brandnetelruigte. Geleidelijk aan gaat dat wel evolueren richting uw doelvegetatie. Dus het omvormen bestaat uit maaien. En dat doe je dus twee keer per jaar. De eerste keer kan er al vanaf half mei en de tweede keer al vanaf half augustus. En in functie van het resultaat kan je inderdaad wel over gaan schakelen op een onderhoudsbeheer. Het onderhoudsbeheer is, kan je kiezen in feite als beheerder. Ofwel kies je voor een maaibeheer, ook eveneens twee keer maaien. Maar de datum zijn feiten verschillend. Je hoeft maar te maaien vanaf eind juni of vanaf half september. Je kan ook overwegen om gefaseerd te maaien, dat is een functie van entomofaun, wel interessant. Of je kan als beheerder gaan kiezen voor een begrazingsbeheer. Maar dan enkele soort van verwijdingssysteem wordt er toegepast, dat wel met schapen, eventueel in combinatie met maaibeheer. De laatste is niet onbelangrijk, omdat we tegenwoordig in Vlaanderen en denk ook in Nederland geconfronteerd worden met stikstofdepositie. En door een enkel puur zuiver begrazingsbeheer toe te passen, die grazers gaan namelijk weinig of geen nutriënten afvoeren. En uiteindelijk er valt constant stikstof uit de lucht en dat kan zich systematisch gaan opstapelen in uw bodem, ook al is doelvegetatie aanwezig, maar het zou best kunnen gebeuren dat dat even terug gaat verslechten. Dus als je af en toe eens gaat maaien, ga je ook terug wat nutriënten afvoeren en ga je in feite die stikstofdepositie gaan remediëren. Ja? Natuurlijk, je hebt allemaal heel mooie plannen zoals we het zouden willen wensen. Uh-huh. En we hebben ook te maken met plaagsoorten, zoals Japanse duizendknop. Ja, dan komt de start van bod. En dat zie je ook steeds meer opkomen in Frankrijk, België, ja, Nederland. Absoluut. Heb je wat dat betreft nog specifieke adviezen? Kom straks op terug. Ja. Ja. Voilà, hier zijn ze al. Nee, we hebben... Naast die aangepaste omvormingsbeheer en onderhoudsbeheer zijn ook een aantal specifieke beheermaatregelen. Op een aantal dijken komen namelijk ook bij ons ruigtes en rietlanden voor. Ook een aantal bomen en struiken, ook altijd een zeer lastig iets. Maar inderdaad, wel, zoals meneer ook zegt, in Vlaanderen wordt ook geconfronteerd met een heel pak invasieve exoten. En eentje ervan is natuurlijk wel Fallopia, duizendknopen, maar ook reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. Wat die duizendknoop betreft, ja, we proberen een soort van schema uit te schakelen. Het belangrijkste is natuurlijk wel inzetten op preventie bij dat ding. En de belangrijkste verspreiding van Fallopia gebeurt vooral tijdens het aanleggen van de dijken, want dan wordt er meestal bodem gebruikt die waarschijnlijk besmet is met wortels van Fallopia. Dus dat moet je in feite ten staatste gaan voorkomen. Want eenmaal dat ding er staat, en die is in staat om een grote populatie te gaan vormen, krijg je die bijna niet meer weg. Kleine populaties zijn nog te doen, maar dan moet je echt wel ook zeer intensief gaan beheren door ze uit te spitten of dergelijke meer. Maar nu is een van de voorstellen op de dijken langs de Schelde om op bepaalde locaties ze gewoon te gaan tolereren als ze echt wel groot zijn.
maar toch bijna onmogelijk is om ze weg te krijgen. Goed, naast die gepaste en die specifieke beheermaatregelen zijn er ook een aantal algemene dingen. Bijvoorbeeld niet bemesten op de dijken, bijvoorbeeld, of het niet heen gebruik maken van pesticiden en dergelijke meer. Of ook bijvoorbeeld het niet bijvoederen van schapen, dat zie je ook geregeld af en toe. Maar dat is de bedoeling om dat niet meer te gaan doen in de toekomst. Ja hoor. Die duizend komen met je wortel dichtbij. Dat is toch heel slecht? Dat is volgens mij een hiat en een kennis. De naruitwal die vormt gigantische hoeveelheden wortels. Die sterft, maar die is zeer productief in de zomer, gaat echt wel volledig bedekkend zijn dan. Maar knipt die af en er blijft, ja, er is er weinig of geen bedekking van, denk ik. Plus die sterft ook volledig af in de winter en dan heb je feit een kale bodem met eronder waarschijnlijk wel gigantische hoeveelheden wortelstokken. Maar ik denk dat er nog nooit onderzoeken zijn gedaan naar de erosiebestendigheid van die dingen. Een zeer interessant volgens mij onderzoek stop ik om dat even te gaan checken. Idem dito wat riet bijvoorbeeld betreft en ruigtes betreft. Dat is ook zoiets dat we niet goed weten hoe die scoren wat de erosiebestendigheid betreft. Goed, uiteindelijk was de bedoeling om tot een beheervoorstel te komen voor de dijken van heel Schelde estuarium. Dus we hebben een soort van inventarisatie uitgevoerd. Waarbij dat we een gebiedsdekkende kartering hebben uitgevoerd op alle dijken langs geen Schelde estuarium. Onderaan zie je een lijstje van de vegetatietypes die we hebben gekarteerd. De eerste vijf ken je ondertussen, maar ook bijvoorbeeld een aantal falloopjes staat er ook bij als pestsoort. En uiteindelijk hebben we een soort van, in plaats van vlakjes te karteren, hebben we lijntjes gekarteerd op de dijken. Zelfs op een aantal verschillende, hebben we de dijk verdeeld in verschillende zones. De rivierzone, de kruin, een rivier- en landzone. Dan echt wel vijf verschillende lijnen karteren we op de dijk om uiteindelijk tot dergelijke... Uiteindelijk was zo'n 540 kilometer dijktraject. Oké, terug peanuts in vergelijking met Nederland, maar toch. Toch wel content van. En uiteindelijk kwam zo'n kaart eruit van heel het Schelde-estuarium. We hebben nu in feite een kaart die aangeeft van waar de verschillende vegetatietypes allemaal voorkomen. En daar, op basis daarvan kunnen we ons dan vervolgens baseren om een beheervoorstel te gaan doen naar de beheerder. Dat zijn een beetje de resultaten van een van de deelgebieden bijvoorbeeld. Hoe roder, hoe beter, want dat zijn onze doelvegetaties. En uiteindelijk op heel pak van onze, bijna meer dan 50% van ons dijktraject, is de doelvegetatie al aanwezig. Maar goed, het zal nu kwestie worden om ook de rest van het gebied de doelvegetatie te gaan ontwikkelen. Van kwartier tot beheervoorstel, zoals gezegd, is het nu vooral de bedoeling om aan de hand van, afhankelijk van de huidige vegetatie en in functie van de doelvegetatie, is dan de bedoeling om echt wel een beheervoorstel te gaan lanceren. Als de doelvegetatie aanwezig is, zal het vooral onderhoudsbeheer zijn. Als dat nog niet aanwezig is, zal het vooral omvormingsbeheer zijn. Nogal logisch. Met vooral de focus op de landzijde. Die neemt enerzijds ook wel de grootste oppervlakte in. Maar ook, dat is vooral het belangrijkste, omdat we vooral rekenen op de erosiebestendigheid van de vegetatie op de landzijde in functie van overloop en van die dingen. Voilà, zo'n kaartje van het Schelde-estuarium, waar we dan de waterbeheer mee aan de slag kan gaan om de verschillende beheersvormen te gaan toepassen. Maar goed, je moet natuurlijk gaan testen of je achter goed bezig bent. Het eerste deeltje, met namelijk het vastleggen van de doelen, de huidige toestand vastleggen, komen tot een beheervoorstel en de implementatie, is vooral in deze fase, is er net al aan bod gekomen. Maar om te zien als echt wel uw beheer een impact heeft, is het toch vooral belangrijk om om opvolging te gaan toepassen via de PDCA-cyclus, waarbij je echt wel een monitoringsstrategie uitvoert om uiteindelijk uw doelen te gaan toetsen. Eventueel kan je beheervoorstel gaan updaten of gaan aanpassen, toepassen. En dan uiteindelijk heb je een soort van cyclus die je om de vier jaar gaan toepassen langs het Schelde-estuarium. Onze opvolging moet namelijk toelaten om onze doelstellingen te gaan toetsen en beheervoorstel te gaan bijstellen. Vooral onze doelstellingen zijn dus inderdaad wel van onze monitor van beheer om de doelvegetatie te gaan maximaliseren. Ook willen we een aantal specifieke kwaliteitsdoelen gaan opvolgen. Terug die bedekking, die biomassa en een aantal kwaliteitsindices van de vegetatie. En daarvoor hebben we een netwerk uitgestippeld. Om die doelvegetaties in kaart te brengen, moet je op gebiedsniveau gaan karteren. Maar om die specifieke kwaliteitsdoelen te gaan monitoren, hebben we een netwerk van PQ's uitgestippeld. Waar we dan vervolgens opnames van maken, biomassa meten en zo ook de holheid of de bedekking ervan gaan meten. En ik denk dat dit de laatste slide is. Nee, dat is nog deze. Als er eventueel vragen of suggesties zijn. Ja, een vraag. Heb je ook informatie om erachter te komen of het allemaal natuurlijk op die dijk komt, of dat er echt allemaal de gevolgen is van zaaisel bij aanleg? Want je zag in het kaartje zag je een maaipatroon wat een indicatie kan geven dat het door het maaibeheer komt en inzaaien.
Ja. Heb je daar nog informatie over verzameld? Nee, we weten in feite totaal niet met wat de deken zijn ingezet in de tijd. Maar we gaan er wel vanuit dat de deken die we monsterd hebben, dat die toch wel relatief al in een soort van evenwicht verkeerde met vooral soorten die er van spontaan waren in terecht te komen. Maar er kunnen waarschijnlijk gewoon de soorten die in de tijd ingezet zijn er nog wel te staan, maar dat weten we in feite niet. Dat weten. Tegenwoordig is er wel een advies van bij ons van om enkel deken in te zaaien met een soort van mengsel van enkel wel Italiaans ruigras. Omdat dat die soort vrij snel kiemt en vrij snel dekking heeft, maar ook vrij snel terug verdwijnt. Ik herken die term van vlasmooi landtype, dat die ingezaaid worden bij dijk aanleg. Ah ja, daarom vragen. Zo kunnen we dat, weet ik even. Laat ik maar zo noemen, over die schapen. Schapen maken schapenpaardjes. Ja. En dat is bij overslag is dat altijd een aangrijpingspunt voor. Klopt. Dus daar moet je wel op letten als je dat aanbeveelt. Ja. Een van de andere aanbevelingen die we hebben bij schapen, dan is ook een van de problemen met schapen. Zo dan die dieren echt wel. Totaal niet verstandig is om een schapen in te scharen, bijvoorbeeld als je vegetatie hoger dan kniehoogte is. Want dan gaan ze vooral de vegetatie gaan platlopen, gaan ze echt wel niets meer gaan opeten, dan gaan ze echt alles platlopen en vooral gaan uitbreken dan. Dus onze, een van de adviezen was er ook van, oké, van het moment dat die vegetatie hoger is dan kniehoogte, heeft het totaal geen zin om schapen in te scharen, dan ga je beter overhand ontmaaien bijvoorbeeld. Oké. Zijn er nog vragen voor Bart? Want we hebben, nou, dan hebben we denk ik een hele leuke sessie gehad met enerzijds Goitske en Huub. En met Dennis in de achtergrond een beetje kijkend of ze het wel goed doen, zoals je mij de afgelopen dagen ook gedaan hebt. En Bart die ons meegenomen heeft in het beheer. Nou, toevallig zijn wij als STO ook bezig met bloemrijke dijken en ik herken wel een aantal dingen. Ik vind wel. Dat als ik hoor niet van de Nederlandse waterbeheerders dat ze de Japanse Duitse knop nou zomaar blijven accepteren. Want ik geloof dat ze juist in een fanatiek uitroeibeleid proberen te gaan doen. Dus dat vond ik wel heel interessant. Waarom u dat had? Het is vooral vanaf een bepaald oppervlakte dat we ze waarschijnlijk gaan accepteren. Want het is goed als onmogelijk om dat ding, van het moment dat die echt populaties van groter dan 20 vierkante meter heeft bereikt, is het bijna onmogelijk om die. Om die nog weg te krijgen. Er zijn natuurlijk wel zeer rigoureus de dijk terug gaat afgraven en gaat doen. Het is vooral belangrijk om in te zetten op preventie. Dat is de belangrijkste. Ja, want ik hoor zelfs dat ze het woord Roundup af en toe gebruiken voor dat ding. En dat, nee, niet, dat is het lastige. Dus, maar het is wel, ik weet wel dat het bij beheerders, juist die dat geldt ook voor al die exoten, dat wel het beheerissue wordt de komende tijd. Niet alleen van vegetatie, maar ook van fauna, zeg maar. Dus daar wil ik nog wel eens met u over doorpraten, want dat vind ik wel interessant. Zijn er in de zaal bij deze dames of heren nog opmerkingen? Mag ik dan eveneens... Ivo? Over erosiebestendigheid, qua wortels. Is er ook nog een keer een link gelegd met overslagproeven? Ja. Ja, goede vraag. Ze hebben een leuke vegetatie die er mooi uitziet. Een bloemrijk werkje van jou. Ja. Nou ja, een van de ideeën is wel, hè, want ik weet dat in Nijmegen is Hans Kroon bezig met die wortellengtes om te bepalen hoe ver dat bijdraagt. Om wijs te spreken ook op de Prosperpolder of op de Hedwiggen. Ik heb wat geleerd vandaag. Dat je wijs ook gaat zaaien om te kijken op bepaalde vegetatietypes hoe zich dat ook gedraagt. Want dat is natuurlijk wel een geweldige kans om dat nu te gaan doen. Dan laten we de Fallopia nog maar even buiten beschouwing. Nou ja. Nou, dat vond ik wel grappig wat Bart zei. Van dat er is er helemaal niks bekend over erosie, al dan niet bestendigheid van dat soort exoten. Want dat wij ze eigenlijk niet willen. Maar dan moeten we wel even heel erg meenemen of dat niet een... Maar dan doen we het aan de prosperkant, denk ik. Want we gunnen gewoon iedereen zijn goede dingen, zou ik maar zeggen. Als er niemand meer iets is...